Oh shit. Hoppa, dood. Ik krijg er maar wel drie. Pietuari komt eraan. Dat klopt. Let's go wrap this up. Heel goed spel zoals. Maar... Puk dan. Ongelofelijke dwaas. Ik heb het helemaal nooit gespeeld. Alright. Hey, als je een PlayStation hebt... Zou ik het zeker aanraden? Alright, what up bro, yo! Melvin met de 7 maanden resub! Kijk over de 7 maandjes, man. Really appreciate it. Dankjewel, man. Thank you. Alright, how you doing? Het gaat lekker. Gaat heel goed. Melvin, hoe vind je deze graphics? Eerlijk, hoe vind je het? Hoe vind je het? Heel goed, hè? Holy shit. Net echt, not gonna lie, hè? Dat geloof ik niet. Gaan we kogels? Heb je kogels? Natuurlijk heb je kogels. En vind je het echt goed eruit zien, ja? Maar echt onder de indruk. En vind je zo echt... Dat is toch niet waar? En zo goed vind ik het ook niet uitzien, hoor. Zo erg... Oh! Zeg dat dat je... Oh, zijn hoofd, man! Oh, en die slaat je wel, hè? Ja, vind het oprecht goed uit. Ik vind het goed uitzien. Ik ga het wel eens maar leggen. Moet goed, Roy. Succes, man. Succes. Ja, ik vind het echt prachtig uitzien, man. Ik vind het echt heel goed. Geen kans, man. Kom maar. Ben ik even verbonden? Zo is dit live? Dit is live? What the fuck? Crazy, Red Floyd. Crazy. What up, Red Floyd? What up, man? This is live. This is live. The Last of Us Part 1, bro. Insane. Insane. Chat, hey. Ik moet eigenlijk iets promoten bij jullie. Mag ik even influencer spelen of niet? Chat, mag ik even de influencer spelen? Hey, Pieter. What up, Kevin? Chat, ik wil heel graag... Oké. Chat, voor de mensen die het niet door hadden... The Last of Us, de game waar je letterlijk naar kijkt... Die krijgt dus een fucking serie. Nou is het hele punt dat ik... hoe heet het trouwens? Leuk, hier ben ik ook, Kevin. Nu is het hele punt. Ik ben uitgenodigd om naar de Nederlandse première te gaan... in Amsterdam, volgende week dinsdag. Waarbij ze de eerste episode alvast gaan tonen. Wil jij nou de serie ook zien? Dat kan op HBO Max. 16 januari. 16 januari kan jij lekker naar op HBO Max kijken naar de serie. Live action serie van The Last of Us. Holy shit. En dus, het enige jammer is dat waarschijnlijk mag ik nog niks delen als ik hem gezien heb dinsdag. Waarschijnlijk mag ik nog niks delen, dat is wat jammer, hè? Maar ja. Ik heb wel zin in, man. Ja, dat denk ik voor Lurkhuis, Camille. Robert! Oh, L1, dat doe ik toch. Alright, let's go, man. Had ik maar een PS5, jawel, hè? Alright. We zijn inderdaad... Oh ja, dat is een oude stream, kut. Dat is een oude stream uit 2018, ja, klopt. We almost got him, bro. Woo! Ja, eerlijk, het ziet er zo goed uit. Bram, had jij deze game nou gespeeld, of niet? Hello,
Wat, ja, back in 2014. Hoe vind je dan deze graphics, Bram? Dit is de PS5-versie, hè? Hoe vind je dan deze graphics, vergeleken met toen? Ziet het er goed uit? Hoe vind je het? Maar wel benieuwd hoe mensen de graphics vinden van dit spel. Voor de PS5-versie, waar ik gewoon fucking €60 voor betaald heb, hè? Voor alleen graphics. Want ik heb hem ook voor de PS4. Zeer mooi, ja? Ja, dat is prachtig. Ja, joh. Ja. Zeg, by the way, hè? Ik ga dus morgen naar Utrecht. En ik heb dus echt wat kuts, hè? Ik heb echt iets jammers, chat. Dit is best wel jammer. Er is zo'n challenge. Er is zo'n challenge. Op TikTok. En een vriend van mij wil dat met mij gaan doen en ik heb ja gezegd. Heel gesprek. Crazy, crazy, hè? Had je verwacht dat ik niet met dames praat, Bram? Ik praat er gewoon mee, hè? Crazy. We leven in een gekke wereld, man. Dames en heren, dacht ik. Ja, dat dacht ik zo. De laatste keer dat ik hem eentje sprak, in het echt. Echt, die ik niet kende eerst. Was het een beetje gek verhaal. Toen begon ze opeens van, ja, wat vind je van oudere dames? Ik zei ze van, oh, oké. Okay. Ze zei van, wat vind je van andere oudere dames? Ik zei van, geen idee, hoezo? Ze zei, ja, ik ben 27. Ik dacht, oh. Je weet dat ik 20... En toen was ik als 19, hè? Ze zei, je weet dat ik 19 ben. Hè? Ik ben nu 20, maar... Zeg, oh. Oh. Ja. Ja, maar niet vergeleken met mij, Bram. Niet vergeleken met mij. Ik ben 20, maar 7 jaar ouder, man. 7 jaar. 19 jaar, ja, joch, ja. Ik wist trouwens niet helemaal 29 en zo. Je had je bijna 26 geschat, Bram, als je het weet. Bijna. Hoe was de FIFA nog gegaan, Kevin? Ging het een beetje goed? Ik heb even kou, man. Dat is helemaal kut. En morgen komt de Elite Controller binnen. Oh, wat heb ik er zin in, zeg. Ik moet dat bij mijn 31 beseffen. Dat is wel waar. Dat is wel waar. En goed, man. Lekker potjes gewonnen. Lekker, man. Lekker, man. Doe je toch gewoon goed. Doe je toch gewoon goed. Old bastard. Nou, bastard weet je niet, hoor. Een oude vriend, kan je dan beter zeggen. Een oude vriend. Vind ik dan. Een old friend, you know. Een old friend, bro. Ja, goed team van, man, ja? Lekker, man. Maar nee, is gewoon goed. Maar nee, is goed. Ik zeg het je wel. Oh god, oh god, oh... Ja, ja. Maar goed. Dus ik heb wel zin in morgen ook. Want er komt zo'n Elite Controllertje binnen. Ik ga lekker naar Utrecht. Wordt leuk. Heel goed. Zo in de counter. Oeh, dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. Chat, ik vind nog steeds ook... Ja, maar ik ben heel erg benieuwd naar die serie ook, hè. Chat, ga je die serie kijken? Zouden jullie hem willen zien ook, of niet? De serie van deze... Het is letterlijk dit verhaal, volgens mij, hè. Voor mij is het letterlijk deel 1. Ja, yeah. Het is deel 1, maar... Ik heb mijn job naar en dan zit daar nog een stapel. Hé. Ja, weet je, dat kan, Bram. Ik waardeer het dat je gewoon nu bij bent. Hè? Dat je toch nog de moeite nam. Waarschijnlijk ben je moe, geen idee. Toch nog de moeite neemt om dit kanaaltje even te bekijken. Dat vind ik toch wel goed. Dus ik waardeer het al dat je er al bent, Bram. Je hoeft niet te verontschuldigen voor niks, joh. Zelfs aan een late night stream. Ja. Kan je daar wel bij zijn dan? Vinden jullie dat chill, chat, zo'n stream als dit? Vinden jullie dat chill? Of vind je dat moi? Hallo. Is het chill? Is het echt chill, hè? Ik wel, ja. Gewoon van die... best chill, ja. Ja, ding is, meestal om de tijd zo dicht ik eigenlijk al in mijn bed te maffen. Nee, niet te maffen. Maar dan leg ik wel gewoon alvast een klein beetje te chillen en dan in slaap. En dan ik de volgende dag lekker vroeg live gaan. Maar ik kan ook zeggen, weet je wat, ik probeer in het ritme te komen van iets later naar bed. Gewoon rond. En dan zou ik
in de ochtend ook wat later live gaan. Dat kan ook. Dus eigenlijk een aanzetting voor me. Om 10 uur zou ik op een normale dag moeten gaan slapen, ja. Heb je, wat heb je nu dan? Heb je gewoon vakantie of zo? Of gewoon een paar dagen vrij? Of hoe zit dat? Ja. Ja, weet je, het kennen allemaal, hè. Het kennen allemaal. Marleen. Nee, maar we hebben toch wel even in een andere functie. Laten we zo naar een weekend. Ah, oké. Lekker. Morgen gewoon lekker weekend. Niet verkeerd. Ja. Trouwens, Bram, ga je die serie kijken of niet van The Last of Us? Ga je die kijken? Of niet? Of vind je dat niet zo? Of wist je niet eens dat een serie kwam? Maar we zitten met The Last of Us. Dat is helemaal goed zo, Kevin. Succes, man. Wat jij gaat doen. Succes, maar. Zou uiteindelijk. Ja. Ik kan natuurlijk ook. Hè? Niet dat ik zoiets promote. Nee, joh. Ja, laat ik er maar helemaal niet over gaan beginnen. Want ik moet juist die serie promoten. Dus laat ik al helemaal daar niet over beginnen. Me never, nee joh. Gewoon, doe even mee, Bram. Doe even alsof je HBO Max hebt, oké? Okay? Doe een speel voor mij. Ja, man. Ik heb echt zin in, man. The Last of Us. Geweldig. Maar ik hou van HBO Max, chat. I fucking love it right now. I fucking love it. Ik hou van HBO Max. Hey joh, normaal. Headshot. Zag je die chat? Zag je die dan? Maf, Kees. Dit zag je, hè? Leuk, hè? Ga je dat ook uitspelen, overigens? Ja, ik wil het wel doen. Maar ik weet niet of dat van deze stream gaat lukken. Dat weet ik niet. Ik kan mijn best proberen, maar ik denk niet dat ik echt 14, 15 uur live ga. Hoe lang is dit spel? 14, 15 uur, hè? Zou je erbij blijven tot die tijd, Bram? Al zou ik dat doen? Speedrun was. Smek me, ja, dat zou wel. Nou. Stel, hè, als ik het probeer, blijf je dan wel bij tot het eind, Bram? Blijf je dan lekker in de chat tot het eind? Dat is mijn vraag dan. Niet opeens rond 3 uur zit. Lol, nee, oké. Dat is gewoon want. Ik ben blij dat je een keer eerlijk bent. Dan ben ik mijn werk kwijt. Oh. Maar als je nou heel eerlijk moet zijn, hè. Een stream die heel leuk is kijken. Of fucking werk. Een baan hebben, man. Ik zou toch echt voor de stream. waarom denk je überhaupt na nog over werken? Weet je. Je kan ook gewoon de hele dag op je luie red videogames spelen, toch? Eerlijk? Dat kan toch ook? in je ervaringen delen. Dat is wel het opste, ja. Een hele goeie om precies te zijn. Een hele goeie zelfs. Hoe vind je die? Ja. Maar hoe vind je trouwens Pedro Pascal als Joel? Hoe vind je dat, Bram? High risk, high reward. Jawel, hè? Sowieso yes, het voelt mij wel noemen trouwens. Die man zie ik ook nooit meer live. Dat vind ik zo jammer om te zien. Ik mis werkelijk Jesse. Ik mis het. Het is gewoon een leuke man, zover ik weet. Jawel, hè? Pieter! Pony! What up? Bij een beetje op. Bro! What up? Pony, ik ga het iedereen vragen. Hè? Boeit me echt niet. Ik heb echt geen respect voor de medewens. Hey Pony, ga jij The Last of Us serie kijken? Of niet? Meer fan van de Horizon op PS3, maar niet mis Pierre. Hey, mooi man. Heel goed. Ja, hij staat op PS Plus, hè. Heb ik gewoon even geclaimd, joh. Via die PS Plus Premium. Pony, ga jij hem kijken? Lasses, kijk nog wel even. Oké. Nou, zeg maar, het hele punt is, zeg maar, ik moet dus mensen overhalen om die serie te gaan kijken 16 januari. Dus Pony, als je tijd hebt. Als je het leuk vindt. Als je niks beters te doen hebt. Als je denkt van, wow, ik vind de Lasses geinig, maar hoeft niet per se de serie te zien. Kijk hem even. 16 januari op HBO Max. Heel goed.
Zij, doe ik het goed? Ben ik een goede influencer? Jawel, hè? Jawel, hè? Ik doe het goed, hè? Eerlijk? Ik doe het goed. Ik doe het pauper goed. Hé, hey, joh! Normaal, man. Zo'n mes, hè? Normaal, normaal. Je hebt nog niet echt overtuigd. Kom nog wel, pony. Kom nog wel. We hebben tot 16 januari, hè? We hebben nog een hele tijd. We hebben nog een hele tijd te gaan, dus... 16 januari, hè? Ik heb nog tot 16 januari, hoor. Komt goed. Pas voel me alsof ik de 7e last op HBO Max wil kijken. That's what I want to hear, Rap Floyd. That's what I want to hear. Prachtig. Ja, het ding is maar dat, chat... Ik zal nog één keer voor uitleggen. Ze willen graag dat ik voor HBO The Last of Us een beetje ga promoten. Aangezien ik ook naar die première ga dinsdag. Dan ga ik alvast de eerste episode zien. Super vet. Gaan ze ook afterparty. Gratis drank! Meer hoef ik niet te zeggen volgens mij. Ik ben overtuigd. Kallijs van mij, maar oké. Lekker, man. Oké, even leuk, je wil nog werken. Is helemaal goed, joh, pony. Is helemaal goed, joh. Succes, hè. Succes. Een colaatje, man. Ja, ik regel het, hè, Bram. Kom jij het ophalen? Kom jij het ophalen? In Amsterdam, ja. Kom jij het ophalen? Moet ik een hele... Ja. Is goed, ik ben onderweg. Oh, jeetje. Sta je bij die bodyguards van het gebouw, bij HBO of zo, weet ik veel. En dan zeg van, hé, drankie, je kan weer naar huis pikken. Dan krijg je zelfs twee van mij, vind je die? Prachtig. Hilarisch goed. Stay close. Ja. Yeah. Let's go! Ik heb ook echt niet opgelet over wat ze zeiden, hè, eigenlijk. Maar voor mij weet ik het wel. And so I'm here for my college from VIP Peter. Thanks, man. Sir, I'm here for the Coca-Cola or the Pepsi Max. Can I have my cola, please? Thank you, sir. Geweldig. Geweldig goed. Er is een lampje aan, hè? Dat is niet handig. Kijk, bam! Bam! Doe ik gewoon leuk, vind ik zelf. Dat vind ik ook gewoon een leuk doen. Oh jee. Criminals. Don't mind me, I'm just crimmeling around. Vergeet dat je de Joe Verlegen zaklampactie had. Echt, hè? Fucking vet. Echt iets wat je nooit had mogen vergeten, Bram. Kijk. Zo van, kapauw! Waar was jij gisteravond? Waar was jij, Ellie? Hallo? The power of the PlayStation 5. Vet, hè? Dat vind ik echt vet. Bram, wil je mijn nieuwe sokken zien? Bram, wil je mijn nieuwe sokken zien? Hè? Ik zie het aan je. Bram. Check. Heel even. Deze sokken. Deze. PlayStation sokken, bro! Wow. Fucking leuk. Heel vet. Gewoon voor 4 euro, hè? 4 hele euro's. Voor een paar. Heel goed. Doe het gewoon leuk. Doe het gewoon goed. Dat is ook gewoon leuk, vind ik zo. Eerlijk, doe het gewoon leuk. Oh, dat is een koopje wel, hè? Dat is zeker een koopje, joh. Ik vind het echt prachtig. Ik ga er heel goed op. Kan ik je vertellen? Ik dacht dat ik zelf een gamer was, maar blijkbaar had ik het dus meer. Oh ja, dat blijkt, hè? Dat blijkt. Ja. Wat krijg je dan? Nou. Ja. Maar heb je trouwens ook die DLC gespeeld, of niet? Van Left Behind. Die schijnen voor mij ook goed te zijn, toch? Die heb ik nooit gespeeld, eigenlijk, Left Behind. Left Behind. Die moet nog even spelen. Ik zeg maar niks op dit moment. Echt niet? Left Behind is zeg maar de prequel DLC op The Last of Us, hoorde ik. Voor mij was dat het. Zeg maar zo'n prequel ding. Dat het was.
Oh ja. Dat is een hele DLC. En die zijn voor mij ook hierop, of niet? Commentary? Like, fuck off. Ja. Dat klopt. Dat heb je goed. Dat klopt. Ja. Ja. En dan komt deel 2 en zo. Ja, je ziet shit. Jop. Het is allemaal zeer lang geleden, maar er zijn helemaal slechts een paar dingen. Ja, precies. She knew my mom. Ja, bamboezel. Dit is zo. Dat is zo. Dat is zo. Maar ik accepteer je excuses, Bram. Ik accepteer je excuses. Maar wil je me de volgende keer niet zo shamen dan? Want je weet dat ik gewoon altijd, altijd goed ga. Dat ik altijd gelijk heb. Ja. En je kan voelt ook wel weer kut of zo, weet je, om dit te spelen. Aangezien ik letterlijk zoveel andere games nog heb liggen. En ik dan een remake ga spelen van een game die ik al ken. Ken je dat gevoel, chat? Dat is toch wel een beetje jammer, weet je? Dat ik niet gewoon gewacht had op de PS5-versie. Is it? Maar ik had nog geen PS5 toen dit uitkwam. Ja, voor mij had ik toen een maand voor release van The Last of Us 2 had ik deze uitgespeeld. What are you doing? Ja, gelijk. Dat klopt. Ongeacht het feit dat God of War 3 puur hype is. Bram, je weet wie in God of War Ragnarok zit, hè? Er zit één scène in het begin en ik ga er zo ontzettend goed op. Daar ga ik nou echt goed op. We kunnen heel even die scène bekijken als je dat wil. En dan kan ik je ongelijk bewijzen. Dat is het begin. Dat is eigenlijk wat het allemaal gaat starten. En daar ben ik nu. Wil je dat nog zien, Bram? Wil je dat ik God of War Ragnarok opstaat? Heb jij God of War Ragnarok gespeeld? Heb jij uitgespeeld? Ik weet niet of je die Ragnarok al gespeeld hebt. Ik wist niet dat je Ragnarok gespeeld had, joh. Of moet jij Ragnarok dan? Grafisch zit het spel echt heel goed in elkaar. Is misschien beter dan de... Ja, dit is ook... dat is ook zo. Bram, dat hebben we gewoon weer te pakken, hè? Dat hebben we gewoon weer te pakken. Ja, het is niet een gesponsord stream. Ze willen gewoon even dat ik een paar keer gewoon even benoem van... Hey, HBO, Last of Us. Het is niet per se dat ik deze game nu moet spelen. Het is niet dat ik deze game van ze heb gekregen of zo. Ik heb hem gewoon weer fucking voor moeten betalen voor deze game. Als ik deze game niet had betaald, had ik hem ook niet gespeeld. Ik heb hier gewoon 60 ekkies voor betaald. Voor een grafische update. Besef even, hè? 60 ekkies voor een grafische update. Dat vind ik wel prima. Ja, ja. Oh, heb je ook de PS5 gameplay gezien, Bram? Want ik vind het zo mooi eruit zien. Ik weet niet of je een PS5 hebt, maar... Het ziet er zo ontzettend leuk uit, joh. Nee, nog niet. Oh, je gaat genieten als je het ziet. Het ziet er zo lekker uit. En ook met die... Maar ook niet alleen de graphics, Bram. Ook die haptic feedback in die controller, weet je? Dat doet het me zo goed. Die haptic feedback, weet je wat het is? Haptische feedback... Dat doet me toch goed, joh. Zo, dat heeft dit spel ook trouwens, hè? Oh, die heeft feedback, zeg maar. Ja. Zeg maar dat je, zeg maar, in je controller voelt wat je doet. Dat is heel vet. Ik vind het echt heel vet. Dan kan je, zeg maar, als je dan die bel gooit... Dan voel je dat in je controller. Weet je hoe ziek dat is? Hij is heel vet gedaan. Ja, wat het is een stel... Oké, stel Bram, je bent een... Jij speelt Tomb Raider. Je speelt Tomb Raider. Dat vind ik altijd het beste om het te vergelijken. Stel je speelt Tomb Raider. En je gaat zeg maar... Met deze schiet je. En dan doe je dit. En dan hou je zeg maar zo vast, weet je. Dan strek je hem uit.
Maar hoe langer je dat vast... In het echt is dat zo. Hoe langer jij uitgestrekt zo met de pijlenboog staat, weet je. Hoe moeilijker het wordt om hem zo te houden en niet te schieten, weet je. Dat is dus ook zo in de controller gebouwd. Dus dan wordt die R2 moeilijker om vast te houden. Dat is letterlijk wat het is. Dat kan je aan en uitzetten. Maar ik vind dat met dit soort... En dat hebben ze ook met wapens gedaan. Dus als ik nu ga schieten... Dan voelt het gewoon letterlijk aan alsof ik letterlijk een controle... echt aan het schieten ben. Zo voelt het letterlijk. En het is echt heel vet. Maar even zo moeilijk noemen. Kippenbotvingertjes. Hey, misschien kan je het ook zo zien dat je dan je vingers juist traint, hè Bram? Misschien train je ze juist alleen maar. Dat is toch goed? Dus ik krijg wel hele sterke vingers ervan. Je weet me nooit. Je weet me nooit. Misschien is de PS5 gewoon een ultieme apparaat voor jou, hè? Misschien moet je maar bestellen, Bram. Gooi maar in het winkelmandje. Gooi maar in het winkelmandje. Doe de last was er gelijk bij. Jeetje, doe maar in het winkelmandje, man. Oh, kijk dan even, chat. Kijk even deze graphics. Kijk even dan. Dat ga ik hier goed doen. Oh, jeetje, meneetje, man. Ja, Bram, het ziet er toch prachtig uit. Daar kan je toch geen nee tegen zeggen. Kijk dan, man. Er is ook Left Behind bij, die DLC. Kijk dan even, man. Oh, wat goed. Wat ongelofelijk goed. Up this way. Wow! Don't do anything stupid. Move. Turn around, on your knees. Oh jee. You scan him, I'll call it in. Ouch, rude, jawel hè? Wens je niet zeg maar iemand toe. Sector 12, requesting pickup for 3 stragglers. Understood. Look the other way. It'll make this worth your while. Shut up. Okay. Wow. 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 What the fuck? I thought we were just gonna hold him up or something. Oh yeah. Oh jee. Marlene set us up. Leven ze nog? Ze leven nog, hè? We smuggling an infected girl. Ze slapen ze. We hebben nooit. We hebben nooit. I can explain. You better explain fast. Look at this. I don't care how you got infected. It's 3 weeks old. No, everyone turns within 2 days, so you stop bullshitting. It's 3 weeks. I swear. Why would she set you up? Oh yeah. I ain't buying it. Oh yeah. Loopt in de soep dit, hè? Run! Go! Move! Dat is wel een beetje een verhaal eigenlijk. Ja, ik ken het verhaal al, hè. Dus ik let wel een beetje op, ja. Maar soms heb ik ook iets te stil daarvan. Dat vind ik toch een beetje jammer voor jullie, weet je. Maar ik let zeker op het verhaal. Ja. Maar soms vind ik, anders zit ik zo gefocust, weet je, dan zeg ik niks. Dat vind ik ook een beetje jammer voor jullie, weet je. Maar dat is ook een hele punt, als je iets gaat streamen. Dat is het hele punt dus, weet je, als je het gaat streamen. Oh god. Ja, god. Ja, nee, nee, als je het gaat streamen. Dan, ja, dus de kans is altijd groot dat je niet altijd alles meekrijgt. Daarom misschien bij God of War niet echt. Omdat ik ook gewoon een beetje zelf wil genieten, hè. Ja. Mijn vader is enig goed gezien, ja? Ja. Het is wel een gevaar, inderdaad.
Ja, het is zeker een goed verhaal. Ik vind The Last of Us wel een goed verhaal, hoor. Maar hoe vind je dan The Last of Us 2? Ik vond qua verhaal minder. Minder dan deel 1, dat sowieso. Maar ook niet heel slecht of zo. Hebben we dan die hertz allemaal aan staan ook of niet? DualSense, nee. Ja, er was iets met deze shit. Die ik even moest checken. Ik heb een paar minuten over gesproken van, dat is jammer. Ja, weet je ook wat in het begin gebeurt, waardoor alles ontstaat, Bram? Weet je dat ook? Want het is heartbroken, hè? Ja? Ja, ik weet het ook. Kunnen we het gewoon op stream zeggen? Ik denk het wel, hè? Ik denk dat iedereen die het nog wou spelen heeft al gespeeld. Ik wil alleen het einde niet weten, want ik heb het nog niet uitgespeeld. Deel 2. Maar voor de rest, ja. Nee. Ik ken niemand in de chat, dat, ja. Ik heb hem gespoord. Ja, het is Joel doodgaat. Ik vind het wel jammer. Ik vind het echt wel jammer dat Joel doodgaat, man. Ik vind het wel echt jammer. Nee. Ik zou het leuk vonden als hij wat langer had geleefd. In deel 1. Deel 2 bedoel ik. Het is wel erg jammer, vind je? Vind je niet? Hij is toch wel echt een iconische character voor de game. Ja, al was dat ja, ik vond het een beetje moe. Jammer. Ik vond het erg jammer. Persoonlijk. We can get through here. Ja, ik vond het erg jammer, maar ja. Denk dat weer. Want ik vind Joel een veel vettere character dan Ellie. Maar ja. Normaal ben ik niet altijd van het fysieke ding, want meestal als ik een code bijvoorbeeld ook krijg voor een game, dan is het meestal ook digitaal. Maar... dat is ook een hele punt. Als ik een code voor iets krijg, dan is het meestal ook digitaal. Oh, dood. Jezus, ik mag niet bewegen, man. Jezus. Heb ik ook minder lang down dan... Is dat zo? Ja, ik heb wel goed internet, dus op zich voor mij valt het wel mee. Maar ja. Ja, voor mij valt wel mee, ik heb wel goed internet. Ik kan Warzone in 10 minuten downloaden. Ongeveer 10, 15 minuten, dat is geen probleem. Ja, dus ik ga hem 1 keer proberen en dan ben ik gevallen. Dan ga ik speedrunnen. Speedrun? De speedrun chat? Speedrun? Yo! Speedrun? Ja, dat is jammer. Dat is wel een beetje jammer weer. Zo. Ja. Ik kan zeggen, 84 gig. Niet weinig. Dat is niet weinig. Dat is een flink op, ja. Ja, dit looks right. Stay close. At least we're out of the rain. Have a look. Oh, zo vet. Moet je zo doen om hem weer aan te krijgen. Oh mijn god. Dat vind ik wel heel vet gedaan. Eerlijk? Dat vind ik wel heel vet.
We hebben zo een beeld gegeven van de high van God War 3. Oké. Oké. Kan ik nog dingen maken of? Ik kan nog geen dingen maken. Jammer. Dat is jammer. Even save over zeggen. Ik ben altijd bang. Dat vind ik nou baby's, ja. Sure thing, boss. Ja. Ja. Dat was dat is wel vet. Dat is allemaal weer vet inderdaad, ja. Ja, dat is een koopje. Dat is dan weer een koopje, hè? En zo hebben we het moment, ja? Nog meer dan de hype van God of War Ragnarok? Nog meer dan Hogwarts Legacy? Maar dan hoor je elke keer zo'n open nummer 1 platen, ja? Heel vet. Heel goed. Heel goed. Wow. Ja, we zijn in termen van. Oh joh, Jezus. Dan ring zal even zijn dan, ja. Ja, het zal insane inderdaad. Let's say that we deliver you to the Fireflies. What then? Marlene, she said that they have their own little quarantine zone. With doctors, they're still trying to find a cure. Yeah, I heard that before, huh, Tess? And that... Whatever happened to me is the key to finding a vaccine. Oh, huh? Jesus. It's what she said. Oh, I'm sure she did. Hey, fuck you, man. I didn't ask for this. Me neither. Tess, what the hell are we doing here? What if it's true? I can't... What if, Joel? I mean, we've come this far. Let's just finish it. Yeah. Well, I need to work on this out there. It's supposed to be I get it. Hebben jullie God of War? Jawel, hè? Maar God of War heeft geen HD remaster op de PS5. Het is meer een PS4 versie, maar...